piltroeven. Dat zijn speciale plekken in de pil die een bijzonder verhaal met zich meedragen. In totaal zijn er 12 plekken met een cultuurhistorische betekenis in Brabant en Limburg die de naam piltroef mogen dragen. In de pildorpen Heleneveen en Meil werden afgelopen zaterdag de eerste 2 piltroeven op een feestelijke manier onthuld. Er zijn 12 piltroeven, er waren er 11 en er is Meil als 12e bijgekomen. En dat is wel leuk en als een van de eerste gerealiseerd, dat is ook al leuk. En ze worden verbonden met een fietsroute. We hebben een fietsroute opgezet van ruim 48 kilometer, dus bijna 50 kilometer die op een dag wel te fietsen is. En die leidt je langs al die peeltroeven. En als je al die peeltroeven aandoet en je leest het verhaal van die peeltroef, dan krijg je het totale verhaal van de peel. En als je die 48 kilometer fietst, dan heb je ook qua zicht het hele verhaal van de peel gehad. Het idee ligt niet in Meil. Het ligt bij het peelvernootschap, bij de peelvenen. Daar is het idee ontstaan. En ze hebben dus gezegd, wij moeten de peel verder ontwikkelen, we moeten de peel verder op elkaar zetten. We moeten de peel gebruiken om onze peeldorpen, Meil, Leneveen, Griensveen, meer bekendheid te geven. We hebben een gemeenschappelijk belang. En Gerald van der Vrande, Leni van der Einde van het peelvernootschap, hebben op een bepaald moment een sessie bij elkaar geroepen en daar zijn we naartoe geweest vanuit Meil. En we hebben direct de handen opgestoken van wie wil er een piltroef opzoeken, dat doet mij al. En we hebben er 2. De pil strekt zich uit over Brabant en Limburg. Om de unieke samenwerking tussen de 2 provincies en een pildorpen te symboliseren, waren gedeputeerden van beide provincies aanwezig. Zij ontmoeten elkaar op de grens van Brabant en Limburg, daar waar de 2 pilkanalen bij elkaar komen. Hier loopt het Deurneskanaal en parallel daaraan loopt de Heleneveenvaart. En beide kanalen komen in de Noordervaart uit. En via beide kanalen werd er turf naar de Noordervaart, naar het noorden, naar Noord-Holland gebracht. Dat maakte de uniek. En daar is wel ruzie over geweest. Daar is Meil goed van geworden. Deurne moest grond kopen van Meil om dat kanaal aan te kunnen leggen. Dat gaf welvaart in Meil. Dankzij Van de Grient die hier ruzie maakte met Deurne. Gedeputeerde Patrick van der Broek van de provincie Limburg onthulde de piltroef in Heleneveen. Ja, dat is een grondwatermeter waar je bij kunt gaan staan en kunt kijken van hoe hoog het grondwater staat. En dan zul je eigenlijk versteld staan hoe dicht dat grondwater gewoon bij het maaiveld is. De peeltroeven in Heleneveen staan natuurlijk voor de maatschappij Heleneveen. De turfstrooiselsfabrieken, de ontginning van de peel door Van de Grient. Van de Grient had in Griensveen een ontginningsboerderij, zijn vrouw. Helena stichtte mede Heleneveen en zo kwam Heleneveen tot stand. Dus die peeltroef die staat vooral voor de ontginningen in het peelgebied. Gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Brabant onthulde de peeltroef in Meijel. De fietsroutes. Mag je maar beginnen met uitdelen? Ja. Wat vindt u van de samenwerking tussen de 2 provincies op deze manier? Ja, voor mij is die heel vanzelfsprekend. Met mijn collega Patrick van den Broek heb ik heel veel overleg en samenwerking. Omdat we allebei verantwoordelijk zijn voor de natuur en dus ook voor de peel. En die loopt nou eenmaal in beide provincies. Dus alles wat met de peel te maken heeft, ja, dan zullen Brabant en Limburg samen moeten werken. En ja, deze peeltroevenroute die door onze 2 provincies loopt, is daar een mooi voorbeeld van. Op het Raadhuisplein staat de peeltroef die eigenlijk gevormd wordt door de hele nieuwe kern van Meijel. Het is geschiedenis van Meijel, maar ook de eigen taal, de vaak armoedige boerderijtjes, de herbergen en de werkzaamheden van de bewoners werden vele eeuwen lang volledig bepaald door de geïsoleerde ligging in de peel. Tot 1853 was Meijel zelfs het enige dorp in de peel. En in de hele omgeving was een en al moeras, dus iedereen die naar de peel kwam, die kwam vanzelf bij Meijel terecht. Dus het is logisch dat dit een centrum is geworden van de peel. En dus een van de 12 peeltroeven. Ik ben natuurlijk iemand die in Brabant is geboren. En vervolgens ook daar heel wat jaren vertoefd heb. Ik vind het een prachtig initiatief dat de 2 provincies elkaar op dit vlak gevonden hebben. En ik denk dat dit een mooie start is voor een samenwerking op een groot aantal vlakken. Om er in ieder geval voor te zorgen dat we de mooie initiatieven die we hebben, dat we die aan elkaar kunnen verknopen. Ja, en de toeristen die hier komen, die hebben die grens niet zo in hun hoofd zitten. Die zit met name bij de bestuurders tussen het hoofd. Dus prachtige initiatieven die uit de samenleving zelf komen, kunnen we alleen maar omarmen. Bij iedere peeltroef wordt de verhaallijn gekozen die echt karakteristiek is voor de specifieke plek. Met steeds als vertrekpunt een van de thema's als turf, turfwinning, hoogveen of oorlog.
Het kunstwerk is gemaakt door Dirk Verberne en ontworpen in opdracht van het Pilvennootschap. De banken die je ziet, of ja, het zijn dan eigenlijk banken, die zijn gebaseerd op de turfkruiwagens zoals ze hier gebruikt werden bij de ontginning van de Peel. Ze zijn natuurlijk een beetje aangepast, maar ik vond dat eigenlijk wel het meest iconische wat tegelijkertijd zitmeubilair kon worden. En om dat te vertalen naar de Peeltroeven. En de hoogveenzuil die is ontstaan om aan te geven dat mensen niet altijd bewust zijn dat ze nu op de bodem van een landschap staan. Dat eigenlijk heel veel veen afgegraven is en dat het eigenlijk de horizon, zal ik maar zeggen, wel een meter of drie hoger kon liggen. Er is nog een Peeltroeven in Meijel, de Vossenberg. De wens is om ook deze plek aan het lijstje met Peeltroeven te voegen. En wij willen nog een aantal dromen waarmaken hier in de Peel. En een van die dromen die wij waar willen maken is de Peelraamstelling, de verdedigingslinie in de Tweede Wereldoorlog, waar heel veel kazimatten liggen. En op de Vossenberg liggen er 6 bij elkaar. En daar willen wij aandacht voor vragen, ook met een Peeltroef. Dus de volgende droom van ons is het verwezenlijken van de Peeltroef bij de Vossenberg. En als er mensen zijn die ons daarbij kunnen steunen, met materialen, met ideeën, met financiën uiteraard, dan zijn die heel welkom, want er is ook weer wat andere dingen voor nodig als alleen maar een goede wil. De overige Peeltroeven worden in de komende periode geplaatst in en rondom de Mariapeel, de Deurnense Peel en de Grote Peel. Aan de Peeltroeven is een fietstocht verbonden. De route is te downloaden op peelgeluk.nl of depeelnatuurlijk.nl. Ja, hier is! Vals! La, la.